net zoals je vrienden ontmoet, is het ook geweldig om je maten waar je 6 maanden lang mee op missie bent geweest, of dan wel op oefeningen, is het altijd leuk om je oude kameraden te zien. Het is oude jongens krentenbrood. Ik ben in 1999 begonnen bij de landmacht in Assen. Ik heb 5 jaar gediend bij de landmacht en ben ik met 103 verkenningsbataljon op missie geweest en volgens met de fusiliers van Prinses Irene op uitzending geweest. Ik ben in 2002 en 2003 ben ik in Bosnië geweest. Het is een vredesmissie geweest, dus we waren voornamelijk verantwoordelijk voor de wederopbouw van het land. De Rotterdamse Veteraandag, moet ik heel eerlijk zeggen, is de eerste keer. Maar de Nationale Veteraandag, daar kom ik al een tijdje. Je ontmoet ten eerste oude kameraden. En de saamhorigheid van de veteraan is heel groot. Of het nou iemand uit Libanon is of iemand die naar Bosnië is geweest, dat maakt niet uit. We worden hier ontvangen, dan natuurlijk koffie en thee. Dan is er een praatje van de commandant van de huidige kazerne. De burgemeester doet een praatje. Ik mag zelf ook nog wat zeggen voor de verandering. En vervolgens is het het saamhorigen, wat we altijd hebben als militair zijnde. Ik zou zeggen, gewoon doen. Kom gewoon met z'n allen samen en dan hebben we nog gewoon een gezellige dag samen met z'n allen.